Hartelijk welkom hier in de studio. Goedenavond, puzzelaars thuis. U kijkt naar de puzzelfavoriet van de NCRV. De hele zomer lang zijn we al aan het puzzelen om erachter te komen wie zich de beste tv-puzzelaar van Nederland mag noemen. Een spannende competitie is het. We zijn inmiddels al bezig met de tweede kwartfinale. Weer vier puzzelaars in de studio. En zij spelen weer de bekende drie ronden plus de bonusronde. Heel veel succes, de puzzelaars hier in de studio. De mensen thuis kunnen uiteraard ook weer meedoen. Lekker moeilijke puzzels spelen we, want we hebben doorgewinterde puzzelaars. En ik ga ze weer aan u voorstellen. Daar zit Bob weer uit Groningen. Hij won 1000 gulden een aantal afleveringen terug. Wat heb je ermee gedaan, Bob? Ik heb er na de eerste uitzending een feestje mee gegeven. Vrienden uitgenodigd, gekeken en even daarna wezen stappen. Wezen stappen. Ja, dus het is alweer op? Ja, ik heb het andere deel besteed voor mijn vakantie. Voor je vakantie. Dat, ja. En waar ga je naartoe? Ik ga naar Marokko toe. Marokko? Ja. Eindje fietsen. Eindje fietsen? Met de waterfiets dan? Nee, dat niet. Nee, ik ga door de bergen fietsen. Ja, leuk. Ja. Je had al een baan, dus het kan niet meer stuk de komende zomer voor jou. Het gaat wel goed. Okay. Ja. Waar zie je het meest tegenop? Tegen welke ronde? De cryptogramronde. Die vind ik meestal het spannendst. Het spannendst, ja. Die vinden wij ook het spannendst. Ja. Ja. Maar vind je hem ook moeilijk? Ja, het ligt aan de omschrijving. Het ligt me wel soms, andere keer weer niet. Okay. Bob, heel veel succes. Dank je wel. En naast Bob zit Ben. Dag Peter. Dag Ben, ook 1000 gulden in de wacht gesleept. Ja, ja. Ben je al lekker op reis geweest? Met mijn werkgever natuurlijk. Ja, heb je er veel reacties op gehad? Ja, zeker. Nog extra voorbereid op deze kwartfinale? Nee, niet veel. Nee. Niet veel? Nee hoor. Lekker proberen rustig te blijven. Ja. Gewoon rustig en hand bij de knop. Zo is het, ja. Oké. Okay. Ja, zeg het maar. Ja, ik heb een paar leuke telefoontjes uit mijn geboortedorp gehad. En dan kreeg ik te horen, foi. Zo'n jongen uit Zuidlo, dat is nog voor de televisiekump. Ja, dat vond ik toch nog wel leuk. Omtiteling, attentie. Zo is het. Wat zei je nou, Ben? Toch wel leuk dat zo'n iemand nog eens voor de televisie komt uit Zuidlo. Dat is gemeente Badmen, waar ik geboren ben. Aardige mensen dus. Heel aardige mensen. Oké, okay, nou de hartelijke groeten. Succes, okay. Ben. Bedankt. De volgende is Jacqueline. Hoi Peter. Hallo Jacqueline uit Schagen. Veel reacties gehad natuurlijk. Ja, behoorlijk. Ja, inderdaad. Alle mensen die vonden het toch wel leuk dat iemand uit Schagen weer eens een keer op televisie kwam. Een tijdje terug is ook eens iemand uit Schagen geweest, dus dat is wel weer leuk. Gerard Joling komt toch uit Schagen? Die komt uit Schagen, ja. Zit die ook zo hoog? En als er iemand op mijn tenen staat, misschien wel, ja, maar anders niet. Nou, we spelen niet vals hier. Nee, inderdaad niet. Waar zie jij het meest tegenop? Tegen de cryptogrammen. Ook toch? Ja. Ja, zijn moeilijk, hè? En ze worden steeds moeilijker, want er zitten hier mensen die de eerste voorronde al gepasseerd zijn. Dus ze zijn wat moeilijker. Inderdaad, ja. Oké, okay, Jacqueline, heel veel succes. Dank je wel. En de laatste is Douwe, bekend van Postbus 51. Dankjewel, dankjewel. Douwe. Ja. Jij zit trouwens bij Bob in de klas, hè? Nee, dat is niet helemaal waar. Op school? Niet helemaal waar, school, ja. Overkoepelende school heet Hans Hogeschool Groningen. Natuurlijk. En de Hans Hogeschool Groningen heeft 3 studierichtingen. THW, wat ik doe, voeding en diëtetiek en HO. Oké. En... Ja, ja, we geloven het wel. Ja, je won helaas geen 1000 gulden, Douwe. Nee. Revanche vandaag? Het zal heel moeilijk worden, maar we doen ons best. Ik kan niet meer. Zie je het zitten? Jawel, jawel. Ja, oké, okay. Nou, ze zien het allemaal zitten. En dat komt goed uit, want we zijn toegekomen aan ronde 1, het zoekraadsel. Viermaal een 0 op de standbordjes en dat betekent dat we aan het begin staan van ronde 1. Dat is het zoekraadsel. De 4 puzzelaars hier in de studio krijgen zo direct op het scherm de letterbrei te zien. Het zoekraadsel, daarin zitten woorden verborgen. Ik geef steeds de omschrijvingen van de woorden die we zoeken. Druk zo snel mogelijk, want om de zoveel seconden gaat er een punt vanaf. Snel drukken is heel belangrijk. Je zal zien dat op het moment dat er een woord is geraden, er een aantal letters van het woord verdwijnt. Dat betekent, we gaan op weg naar de uitdrukking aan het eind van de puzzel. Als je die raadt, dan krijg je 10 punten extra. Ik wens jullie heel veel succes. We gaan beginnen met de eerste omschrijving. 9 letters. En we zoeken een boom. Bob heeft hem al gezien. Dat is snel. C3, treurwillig. C3, treurwillig. Uitstekend. En hij is ook duidelijk leesbaar en makkelijk om mee te beginnen. Maar wel veel punten. 10 punten voor Bob. En een aantal letters is al verdwenen. 7 letters. Provincie. Jacqueline. G1 Zeeland. G1 Zeeland. Heel goed gezien. Zeeland, de provincie die we zochten. En daar gaan de letters. 9 punten voor Jacqueline. 6 letters. Duitse stad. Ben. F1 Keulen. F1 Keulen. Uitstekend. 10 punten voor Ben erbij. 9 letters. En dat is belangrijk, want we zoeken een zangvogel. Ben. Leeuwerik.
op D5. Leeuwerik, D5. Inderdaad, de zangvogel die we zochten. 20 punten heeft Ben. En Douwer staat nog op 0. En hij lacht en hij heeft heus wel wat woorden gezien. Hij komt zo tegen. 6 letters. Kaartkleur. Bob. I1, ruiten. I1, ruiten. Uitstekend. Daar gaan de letters. 20 punten voor Bob op dit moment. 6 letters. Turntoestel. Turntoestel. Wat is dat? Ga er maar aan hangen. En de tijd is om. Jacqueline, ze drukte net buiten de tijd. Want wat wilde je zeggen, Jacqueline? Ik wou K6 zeggen, ringen. K6 ringen, dat is inderdaad goed. Helaas geen punten voor Jacqueline, maar we zochten wel die ringen. Uitstekend. Daar gaan de letters. 10 letters nu. Voetbalterm. Douwe. Buitenspel. Zie je het? Ik zei toch dat je wat gezien had? Buitenspel en het coördinaat van de eerste letter. Oh, sorry, J2. J2, ja, dat had hij gezien hoor, geen probleem. Buitenspel, van rechts naar links. Daar gaan de letters. 6 letters nu. Herkauwers. Douwe, weer. Koeien. E7 staat. Koeien, E7, uitstekend. Even zoeken naar de coördinaten van de eerste letter, maar dat is goed. 10 punten voor Douwe. En hij staat nu ook op 20. Er kan van alles gebeuren in dit spel. Ik heb de uitdrukking. Hij heeft de uitdrukking, dat is ongelooflijk. Dat is heel snel. Zeg het maar, Douwe. Hoop op zegen. Wat zei je? Hoop op zegen. Fout, dat is fout. Hoop op zegen is fout. We gaan door met de volgende omschrijving. Hand bij de knop. Even kijken, waar waren we? 5 letters, inhoudsmaat. Bob. Liter A2. Liter A2 is uitstekend. Hij ziet de uitdrukking niet. We gaan door met een woord van 5 letters. Ja, vogel. Helaas buiten de tijd, Bob. Vogel, 5 letters. Bob. Kraai, E7. Kraai, E7. En nu de uitdrukking? Op hoop van zegen. Op hoop van zegen. Het is ongelooflijk. Zo snel zijn we nog nooit achter de uitdrukking gekomen. Ik heb nog 4 woorden te gaan en nu al raadt Bob de Vries de uitdrukking. Op hoop van zegen, duidelijk zichtbaar. En u ziet hoeveel letters er nog in het raadsel staan. Dat is wel heel erg snel. Ik zei het, doorgewinterde puzzelaars. We gaan naar de stand kijken. Bob, heel goed. 49 punten, 10 punten extra ook nog voor die uitdrukking. Op hoop van zegen, duidelijk leesbaar nu. 20 punten voor Ben, gaat in ieder geval door naar de volgende ronde. Jacqueline helaas 9, 1 woord goed. Zij moet afvallen en Douwe... 20 punten. Hij zat in de buurt van die uitdrukking, maar niet helemaal goed. En we moeten streng zijn. Op hoop van zegen was het. Dat betekent dat de boeken uit mijn desk komen. En ik loop naar Jacqueline toe. De enige vrouw in het gezelschap. Ik vond het hartstikke leuk dat jij hier wilde zijn. Je krijgt deze boeken mee. De groeten aan de mensen in Schagen en aan Gerard Joling als je hem ziet. Deze boeken krijg je mee. Applaus voor Jacqueline. En met de 3 heren gaan we over naar ronde 2. En dat is het kruiswoordraadsel. Douwe, Bob en Ben spelen tegen elkaar in ronde 2 het kruiswoordraadsel. Op het scherm verschijnt een leeg raadsel. Dat gaan we invullen. Daar is het al. Ik geef steeds de omschrijvingen. We gaan kriskras door het raadsel heen. Dus niet op volgorde. Gewoon lekker moeilijk van boven naar beneden en van onder tot boven. Maakt allemaal niet uit. Jullie beginnen allemaal op 0 punten. De omschrijving geef ik dus. Druk zo snel mogelijk. Want om de zoveel seconden komt er een letter bij op de goede positie. Maar gaat er een punt af. Snel drukken in ronde 2 ook zeer belangrijk. Zijn de heren er klaar voor? Ja. Dan gaan we beginnen met 9 horizontaal. Nu verlicht. 3 letters, 3 punten. We zoeken dwaas. Bob. Mal. Fout. Douwe, dat andere woord is. Nar. Fout. Ben nog een keer. Gek. Ook niet goed. Zot. En dat is het leuke van de 3 letterwoorden. Dol. Ja, en je mag het nu niet meer zeggen. Jullie hebben alle 3 een poging gewaagd. Zometeen als je een goed antwoord hebt gegeven, dan mag je proberen dat woord nog in te vullen. Maar dat lijkt me niet zo moeilijk. We gaan naar 4 verticaal. Drankje. Bob. Borrel. Borrel, uitstekend. Nou, het staat er al, hè. 6 punten voor Bob erbij. 14 horizontaal is de volgende omschrijving. Nu verlicht. 7 letters. Hond. Hond. Bob. Welke hond zoeken we? Douwe. Hond. Terrier. Terrier, uitstekend. Ik stond pont, hoor. 4 punten erbij. We gaan naar 17 horizontaal. 7 letters, Rotterdamse dichter. Rotterdamse dichter, Bob. Deelder. Deelder, uitstekend. Jules Deelder, 6 punten voor Bob erbij. Heel goed. 5 letters, 12 verticaal. Communicatiemiddel. Douwe. TV. Fout. Bob. Telex. Telex, uitstekend. 3 punten voor Bob erbij. Attentie, we gaan nu naar 13 verticaal. Duitser. Ben.
Heine. Fout. Bob? Beyer. Ja. Beyer is uitstekend. Beyer zochten we. 3 punten voor Bob erbij. We kijken even naar de stand. Bob heeft 18 punten, staat genadeloos aan kop. Ben heeft er nog 0. Ja. Bob Ben. En Douwe heeft 4 punten. De volgende omschrijving. Dat wordt 11 horizontaal. Weefsel. Bob? Welk weefsel? Hij weet het niet. De andere misschien een poging. Ben? Damast. Dat is fout. Had gekund. De I komt erbij en dus is het Douwe. Hij zegt niks. Het woord blijft staan. Als je dadelijk een goed antwoord geeft, mag je proberen een poging te wagen op 11 horizontaal, het weefsel. We schuiven op naar 13 horizontaal. En dat is vol besef. Vol besef. Ben? Bewust. Bewust is uitstekend. De eerste punten voor Ben zijn binnen. 5 erbij. En dat andere woord nog? Ja, dat mag je proberen. Baptist. Baptist is goed. Uitstekend. Dat is 11 horizontaal. Bleef net open, maar Baptist is uitstekend. Nog 3 punten voor Ben erbij. Het weefsel Baptist. Dan gaan we nu naar 8 verticaal. 8 verticaal. 6 letters, ongerijmd. Bob? Absurd. Absurd, uitstekend. 5 punten voor Bob erbij. Ongerijmd is absurd. Dan gaan we naar 10 verticaal. Koning der Hunnen. Hoe heet de koning der Hunnen, Ben? Attila. Attila, uitstekend. Een echt puzzelwoord. 5 punten voor Ben erbij. Hij staat nu op 13. Bob 10 meer, die staat op 23. En Douwe op 4 punten. Ja. Kom op, Douwe. Doe een beetje. Douwe. 2 verticaal. In de hoogste graad. In de hoogste graad, Bob. Extreem. Extreem is uitstekend. Een echte kruiswoordgigant, die Bob. Hij krijgt 6 punten erbij. 7 verticaal. Schilderij. Schilderij. Welk schilderij bedoelen we? Douwe? Aquarel. Aquarel is uitstekend. 4 broodnodige punten voor Douwe erbij. Aquarel. Plaats in Zuid-Holland is 1 horizontaal. Plaats in Zuid-Holland. Dat is natuurlijk, Bob. Delft. Delft, uitstekend. Delft, de plaats in Zuid-Holland. Goed voor 3 punten voor Bob. En dan gaan we nu naar 3 verticaal. Bob, zeg het maar. Fust. Fust is uitstekend. 1 punt erbij. En dat mag natuurlijk als je het woord al weet. Ik heb de omschrijving nog niet gegeven. Geen probleem, drukken maar. Is het fout, dan mogen alleen de anderen nog. Maar 1 punt erbij voor Bob op dit moment. We gaan naar 6 verticaal. Rivier in Brabant. Douwe. Amer. Amer, uitstekend. 2 punten erbij voor Douwe. 5 horizontaal is de volgende. De moeder van Ismaël. Ben. Hagar. Hagar, uitstekend. De naam van de moeder van Ismaël. 3 punten voor Ben erbij. 33, 16, 10 is de stand. 15 horizontaal, de volgende. Plaats in Brabant, Bob. Uden. Uden, uitstekend. Hij is goed in de plaatsen. Uden, heel goed. 4 letters is de volgende, want we gaan naar 16 horizontaal. En dat is een kledingstuk. Ben. Trui. Trui, uitstekend. Trui, 2 punten erbij. De raadsel is bijna vol. Nog een aantal punten te gaan. 4 letters, 19 horizontaal. Profeet. Bob. Elia. Elia, uitstekend. 2 punten voor Bob erbij. Nog 1 omschrijving, even naar de stand kijken. Bob heeft 37. Ben heeft 18 punten. En Douwe heeft 10 punten, helaas. 18 horizontaal. Ben? Damp. Damp, uitstekend. Het woord dat we zochten, nevel, 4 letters, 2 punten voor Ben erbij. Het raadsel is vol, einde spel. En we kijken even naar de stand. Bob heeft 37, Ben heeft 20 punten en Douwe valt helaas af. Leuke kandidaat, maar 10 punten. Douwe, ik wens je heel veel succes op school. Dankjewel. Misschien dat je dit kan gebruiken. Kijk eens even. Miljoenen woorden staan erin. Fantastisch. Je krijgt ze mee. Je had al een puzzelpotlood. Ja. Ik vond het leuk dat je mijn kandidaat wilde zijn. Dankjewel. Douwe Ozinga, dames en heren. En het wordt spannend, want we zijn nog met 2 heren over. En dat betekent dat het tijd is voor ronde 3, de cryptogrammen. Bob en Ben, als het maar allitereert in ronde 3, de cryptogrammen. Bob de Vries en Ben in het Hof, klaar voor de moeilijke ronde. Zometeen op het scherm verschijnen de hokjes, daarin moeten de woorden komen. En in het rode vakje staat steeds het aantal punten dat je kan behalen. Heel snel drukken, zeer belangrijk, want er komt een letter bij om de zoveel seconden. Maar er gaat een punt vanaf en ze knikken, want ze hebben het al vaker gedaan. Anders zaten ze hier niet. Jullie gaan natuurlijk ook allebei door naar onze halve finales. De winnaar van deze ronde zien we in ieder geval terug in de bonusronde voor 1000 gulden. Opnieuw. Zijn jullie er klaar voor? Ja. We beginnen makkelijk. 5 letters, daar staan ze.
Engelse rustplaats. Engelse rustplaats. Met een R en een T. Bob? Brits. Brits, uitstekend. Engels is Brits en een blanke bed noemen ze ook wel een Brits. Uitstekend, 3 punten voor Bob om te beginnen. We gaan naar 6 letters. Een dier op de heide. Een dier op de heide. Ben? Zeg het maar. Nee, schaap wilde ik zeggen. Nee, dat is fout. Bob, misschien nog een poging. Herder. Herder, tuurlijk. Een herdershond en een schaap met de schaapherder. Ja. Uitstekend. 6 letters weer. Dodelijke geschenken. Dodelijke geschenken. Bob Weteman. Giften. Giften, uitstekend. Ja. Dat is heel snel. 6 punten voor Bob erbij. Gif is dodelijk en geschenken zijn giften. 7 letters. Klaar met ontvangen. Klaar met ontvangen. Is moeilijk. Denk goed na. Bob weet hem. Gebeurd. Gebeurd. Inderdaad, klaar met ontvangen. Ontvangen is beuren. Het is klaar, het is gebeurd. Ben staat nog op 0 punten. Ja. Kom op, Ben. Doe mijn best. Oké. 7 letters. Niet nalaten is goed. Niet nalaten is goed. Ben? Wel doen. Uitstekend, wel doen. En als je snel drukt, heb je veel punten. 7 letters, dus 7 punten voor Ben. Iets niet doen, iets wel doen. Wel doen is goed. Uitstekend. 8 letters. Met de trein op stap. Met de trein op stap. Wat zou dat zijn? Begint met een B. En onze hoofdconducteur is er al uit. Nog 2 punten. Ben weet hem ook. Boemelen. Boemelen, uitstekend. Het woord dat we zochten. Het boemeltje, het treintje en stappen, boemelen. Ja. De stand is 14-9 op dit moment. 14 voor Bob en 9 voor Ben. En ze blijven serieus kijken, geconcentreerd naar het scherm. 8 letters, dus 8 punten. Gezoem. Gezoem. En ik hoor hier het gezoem van de tribune. Ben? Bijgeluid. Bijgeluid, uitstekend. Gezoem is uiteraard bijgeluid. 6 punten voor Ben erbij, het zoemen van een bij en het geluid is het gezoem. 9 letters, dus 9 punten. Die kameel draait op tijd. Die kameel draait op tijd. Wat zou dat zijn? Ben weet hem. En zandloper. Zegt... Zandloper, uitstekend. En hier zitten dus duidelijk de ervaren puzzelaars. De cryptogrammen zijn moeilijk, maar Ben wist hem. Kameel in het zand, uw werk loopt op tijd. Zandloper. 10 letters. Geruchtmakende betrekking op Schiphol. Geruchtmakende betrekking op Schiphol. En Ben zegt, oh, Bob? Bevlieging. Bevlieging is fout. En Ben werkt er. En dus is het? Bulderbaan. Bulderbaan, uitstekend. Hij werkt bij een vliegtuigmaatschappij op Schiphol, dus het is echt een term in jouw beroep, hè? Zeker. De bulderbaan, de baan waar de motoren van de vliegtuigen worden opgestart. Ja. En dat maakt behoorlijk wat lawaai. 11 letters nu. Schaatsen op loodvrije benzine. Schaatsen op loodvrije benzine. En ik hoor alweer het gezoem. U thuis heeft hem vast al goed. Niet zo moeilijk, Bob. Schoonrijden. Schoonrijden, tuurlijk. Ja, keurig. Rijden op loodvrije benzine is schoner dan op normale benzine. En het schaatsenrijden, schoonrijden. 12 letters, dus 12 punten in deze leuke ronde. Slaapkamer. Slaapkamer. Wat moet daar uitkomen? Nog 10 punten. Ben weet hem. Kofferruimte. Kofferruimte is goed. Uitstekend. Een bed is een koffer en de plaats waar die staat is de slaapkamer. Kamer is ruimte, kofferruimte, uitstekend. De stand 20 punten voor Bob en 37 voor Ben. Zet hem op, want we hebben nog een aantal lange woorden te gaan. 13 letters. Verstelwerk. Verstelwerk. Wat zou dat zijn? Verstelwerk. Niet zo makkelijk. Nog 8 punten voor verstelwerk. Het wordt duidelijk. Bob weet hem. Stofwisseling. Stofwisseling is uitstekend. 6 punten voor Bob erbij. Een nieuwe stof verstellen en de stofwisseling verstelwerk. 14 letters, het laatste cryptogram. Kan doorslaggevend zijn. 2637, als Bob hem direct weet, gaat hij door naar de bonusronde. Ben, attentie. Bob, let op. 14 letters.
Die meisjes verkopen slecht. Die meisjes verkopen slecht. Hij is niet makkelijk hoor, dat zeg ik erbij. Die meisjes verkopen slecht. Kom op. Nog 8 punten. Die meisjes verkopen slecht, Ben. Winkeldochters. Winkeldochters is uitstekend. Nog 6 punten voor Ben erbij. Een meisje is een dochter en een winkeldochter is een term voor een artikel dat niet zo goed loopt. Die meisjes verkopen slecht, winkeldochters. Het is duidelijk. 26 punten voor Bob en 43 voor Ben. Respectabel aantal, maar Bob was een goede tegenkandidaat. Bob, leuk dat je hier was. We zien jou in ieder geval terug over een aantal uitzendingen in onze spannende halve finale. Zover heb je toch in ieder geval geschopt. Je krijgt deze fantastische puzzelboeken mee als aandenken aan deze kwartfinale. En ik zie je graag weer terug. Je was een leuke kandidaat. Bedankt. Ja. Dat was hem. Bob gaat weg, Ben blijft over. Dat betekent tijd voor de bonusronde. 1000 gulden. Hij staat hier voor de tweede maal naast me. Ben in het Hof uit Kudelstaart. Hij maakt voor de tweede maal kans op 1000 gulden. De vorige keer is het gelukt. Kijken of het deze keer weer lukt. We gaan even naar het scherm kijken, Ben. Je kent het spel natuurlijk, ik hoef het niet nog een keer uit te leggen. Ik zal het even doen. Kom alvast wat letters. Die zijn jou ten dienste om de woorden van boven naar beneden in te vullen. Ja. Je mag de omschrijvingen vragen, welke je maar wil. Hoef ze niet allemaal goed te hebben. Als je maar binnen 45 seconden dat woord raadt dat in de gekleurde balk moet komen te staan. Okay. Ja? We gaan het licht een beetje dempen in de studio. 45 onverbiddelijke seconden voor Ben. De tijd gaat lopen op het moment dat jij de eerste omschrijving vraagt. Heel veel succes. Dank je. 1. Visgerij. Ga door. 3. Opgewekt. Vrolijk. Goed. 4. Vogel. Reiger. Goed. 5. Verzoekschrift. Request. Fout. 6. Naaigerij. Naald. Fout. Draad. Fout. Speld. Goed. 7. Versiering. Trentje. Fout. 1. Visgerij. Wat is 2. dat? 2. Goal. Doelpunt. Goed. Zeg het maar. 5. Verzoekschrift. Bede. 7. Versiering. Gok op het woord. Gok op het woord. Bloemperk. Nee, fout. Jammer. Het is moeilijk, hè, Ben? Ja. Die 1000 gulden geven we niet zomaar weg. Nee, kijk zo even is het. Snel naar, de woorden. Visgerij was dobber. Ah, dobber, dobber. Natuurlijk, ja. Zware dobber voor jou. Ja. Doelpunt had je goed. Goal 3. Opgewekt, vrolijk. Vogel, reiger, uitstekend. Verzoekschrift is adres. Adres, ja. Dat zochten we. En de speld, even het hele naaidoosje door. Ja. Uitstekend. Versiering is franje. Franje, natuurlijk. 8. Hinderen, storen. 9. Kabinet,